Hallo, welkom iedereen in een nieuwe video waarin we gaan afstemmen en kijken wat de boodschappen zijn voor de energieën op dat moment. Wat hetgeen is waar we uitdagingen hebben, waar we lessen te leren hebben, waar er schaduwen zijn. De afgelopen maand, weken heb ik wat pauze en rust voor mezelf ingebouwd. Een aantal zaken ook dieper aangekeken, een aantal stukken in mijn business wat helderder gezet, gemaakt voor mezelf, zodat het voor jullie beter en helder en overzichtelijker wordt. Daardoor zijn er ook een aantal aanpassingen in mijn diensten, waaronder bijvoorbeeld het spiritueel ondernemerstraject. Daar kan je niet meer zomaar gelijk wanneer mee aan de slag gaan, net omdat ik daar in dit traject ook persoonlijke sessies aanbied en ik echt wel mijn volledige focus daar ook wel op houden, omdat de impact op lange termijn ook groter wordt dan het bijvoorbeeld enkel en puur alleen maar werken met mensen één op één voor hun persoonlijke ontwikkeling. Dus mijn focus ligt en wordt, ja, moet ik zeggen, omgeleid en weggeleid een stukje naar de één-op-één coachingstrajecten die puur en enkel alleen over het persoonlijke stukje gaan. Maar dat is veel meer de focus op tweelingvlammen, hun proces. Want het is super belangrijk dat tweelingvlammen in eenheid komen. Omdat van daaruit ook weer andere mensen kunnen aanhaken, andere zielen kunnen aanhaken aan de energie van de tweelingen die in eenheid samengekomen zijn. Waardoor dat we na verloop van tijd, en dan spreek ik over een tiental jaren, dat we dan eigenlijk komen tot het punt dat meer en meer mensen ontwaken en in staat zijn om hun echte tweeling te ontmoeten. Sommigen zal in dit leven zijn, anderen zal in volgende levens en volgende incarnaties zijn. De bedoeling is dus dat de passie echt aangewakkerd wordt, zodanig dat die eenheid in eerste instantie in onszelf en vervolgens in de relaties die we aangaan, meer en meer naar boven kunnen komen. Naar meer en meer met als doel om de aarde hier, de energie op aarde, te veranderen. En dat is ook niet toevallig dat nu ook de Ace of Flames, dus de 1 met de toorts en de 2 of Challenges, dus de 2 van bekers, waren dat er een man en een vrouw in een soort van huwelijksceremonie samenstaan. Het is mooi hoe dat werkt, ik zal het je verteld. Nog steeds, trouwens, na al die jaren en al de bewijzen die er zijn, hoe dat alles geleid wordt. Zelfs het niet opnemen, zelfs de periodes waarin dat ik zelf in hermit ga, dus in afzondering als het ware, om die tijd en die ruimte te nemen en om terug weer die verbinding met mezelf te maken. Dat is ook hoe dat mijn energie werkt, dat ik ook heb moeten leren respecteren en ook heb mogen loslaten dat er momenten zijn en dat ik ook enkel alleen maar resoneer met de mensen die dat begrijpen en die ook weten dat wanneer ik ertoe geleid word, weer online zal zijn met een video. En we krijgen ook de Adept of Flames. Dat is eigenlijk de leraar die leert, niet de leraar, de leerling, die leert om in te tunen op zijn hart. En om echt te gaan leren beseffen dat wanneer hij of zij dat doet, meer en meer ook gaat gaan vertrouwen op de passie die in zichzelf, in zijn eigen energie ingebed zit. Dat hij op die manier eigenlijk die toorts ook is voor anderen. En dat is het stuk waarin dat vaak ook zeggen de lichtwerkers zijn leiders. En dan bedoel ik niet in de zin van leiders zoals je in de politiek of wat dan ook hebt. Nee, maar leiders door het voortonen, het zelfvormgeven van een eigen leven vanuit die hogere waarden en die hogere energieën. Waardoor de anderen zien wat het mogelijk is, zien wat het resultaat is van een leven vanuit het hart gedragen bewustzijn. En dat het ego niet moet verwijderd of geëlimineerd worden, maar geïntegreerd en weer gewoon op de juiste manier gebruikt worden. Eigenlijk weer terug op zijn plaats moet komen. En hoe meer dat zowel mannelijk als vrouwelijk energie geheeld wordt in elk van ons, hoe meer dat we vervolgens in een volgende stadium in staat zullen zijn om die passie, dus terug te keren naar die eenheid en
terug te keren naar onze blauwdruk, terug te keren naar de vrijheid dat we allemaal diep van binnen ervaren, waar we diep naar verlangen. Ik zie 0505 op de recorder. Dat is ook weer een bevestiging dat diverse feeling belangrijk is. Die eenheid tussen mannelijke en vrouwelijke die in jezelf is altijd de eerste stap vooral je van daaruit kan een heilige relatie op. Hoe mag ik het zeggen? Een relatie vormgegeven vanuit hogere waarden dan degene die nu gangbaar zijn op aarde. Dat is hetgeen dat mijn team zegt. Wat hebben we nog? Voor deze week, deze periode, hebben we de Nine of Orbs, Ten of Flames en de Zeven van Kristallen, maar omgekeerd. We hebben een hele lange tijd. En ik denk dat eigenlijk maand juli daar echt wel ook wat voorbeeld in was. Althans toch wat mijn ervaring betreft. Dat we naar binnen gegaan zijn. Naar binnen, waarom? Omdat alles door de verschillende retrogrades die momenteel ook gaande zijn. En die nu door de volle maan vandaag en op het eind van deze maand versterkt en uitvergroot worden. Zijn we naar binnen gegaan? Naar binnen gegaan niet zozeer om te voelen hoe leuk dat is en welke eenheid dat er is en hoe fun en hoe tof dat liefde is en bla bla bla, al de erosure maatenschijn, maar nee, om nog dieper in de schaduw te zakken. Er is in mijn persoonlijk leven ook een aantal zaken gebeurd, waardoor dat eigenlijk oude, hele, hele oude stukken waarvan ik zelf ook dacht van oké, ik heb die letterlijk een plaats gegeven. Ja, ik had die een plaats gegeven, maar ik had die niet losgelaten en niet getransformeerd. Dus de emoties, de pijn, de schaduwen die er nog toen aan, of nog aan gekoppeld waren, maar waar ik niet volledig bewust van was, die werden nu door andere omstandigheden weer een stukje getriggerd. En die hebben trouwens niks met mijn tweelingvlamconnectie te maken. Dus ook daarin zie je dat zowel ikzelf als mijn tweelingvlam ook elk individueel nog door stukken heen gaan die niets met elkaar te maken hebben. Dat we ook zelfs niet onderling gaan triggeren. Omdat het puur enkel een stuk is van de een op de ander. In die momenten ga je zien, wanneer je wel in eenheid bent met je tweelingklam, dat jullie op dit moment allebei in staat zijn, de een voor de andere liever, in staat zijn om ruimte te houden, om te luisteren, om de stilte in de storm te zijn waar dat de andere partner doorheen komt. En dat is hetgeen dat ik nu ook zie in de kaarten, van waar dat we eigenlijk de afgelopen weken wat doorheen gegaan zijn. En uiteindelijk het weer, toch zeker in België, heeft het ook wat gespiegeld met de stormen en heel veel wind en laat staan al de regenbuien. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat we nog een stukje extra getriggerd werden in die emoties. Maar dat allemaal omdat we dus die licht, die passie, die toorts in onszelf zouden dan vinden. Dat we die toorts en die structuur van onze mannelijke energie, eerst in jezelf, dan in de connectie, zouden vinden om de golven van de vrouwelijke energie, die daardoor geen allerlei emotionele stormen gaat, om die te kaderen, om die in te bedden, zodanig dat ze niet te vergeefs zijn, maar dat ze eigenlijk, zoals je zou kunnen zien van, ook in vroegere beschavingen werden letterlijk kanalen gemaakt. Ik geloof zelfs nu in Spanje, met de droogte en de warmte, dat ze dat opnieuw terug ingevoerd hebben. Met een aantal vrijwilligers waarin dat ze kanalen maakten, zodat ze het water van ene plaats naar een andere plaats konden brengen. En dat is hetgeen wat er ook in energie gebeurde, van alle schaduwen, alle emoties die dan nog vastzaten, die nog op een verkeerde manier geprogrammeerd waren in het systeem, om die te gaan neutraliseren, zodat die eigenlijk een fuel, een vrucht, voeding was voor de passie. Om die weer gaan aan te wekken. Om die in te zetten om nog meer te gaan breken. Zodanig dat je het licht kan zijn, ook weer voor anderen in jouw omgeving, in jouw netwerk, jouw klanten, wat dat ook maar is. Maar daar zien we nog de resultaten niet van. En daarom ligt die 7 van kristallen ook ondersteboven. We stallen onze producten uit, zeker als lichtwerker, zeker als spiritueel ondernemer, dan ga je ongetwijfeld de laatste weken tegen een aantal frustraties aangelopen zijn. Dan ga je merken dat je verkoop bijvoorbeeld gedaald is,
Of dat door dingen die gebeurd zijn, zoals ik bijvoorbeeld gehad heb, dat je minder klanten hebt opgestart dan anders. Maar begreep ook dat die periode van rust eigenlijk ook nodig was. Want augustus, met die twee volle maanden, die twee supermaanden, en het 888-portaal, het Lionsgate-portaal, gaan ervoor zorgen dat een aantal dingen weer gaan versnellen. Versnellen voornamelijk in de energie. Daarom gaan we nog niet, het kan natuurlijk wel, maar daarom gaan we nog niet per se ook de resultaten zien in het fysieke. Omdat er nog een aantal planeten retrograde zijn. Bijvoorbeeld is er ook Chiron, de planeet van de gewone genezer. Ook die planeet gaat nu in augustus nog voor een aantal verwarring en schaduwen en wat dan ook gaan zorgen. Maar allemaal met als doel dat we eigenlijk een stuk versneld doorheen ons eigen proces en nog eigenlijk een diepere laag van healing kunnen gaan. Vertel ons eigenlijk meer over die diepere laag van de healing. Misschien. In september ga je merken dat dan krijg je Ascension kaart ondersteboven, een Starseed kaart, waar dat ook nummer 1 is, dus een nieuw begin is. En we krijgen nog de Ten of Orbs. Einde van belasten, einde van zorgen, einde van die vertragingen. Dus die vertragingen zijn er allemaal met als doel om ons nog verder in die ascensie en in dat bewustwording te gaan duwen. Wat moeten we bewust geworden? Dat we energie zijn in een fysiek lichaam. Dat we meer zijn dan alleen maar deze fysieke incarnatie nu. En dat is het grootste probleem. En misschien een grootste frustratie dat je ook gaat merken. Ik had er ook nog over met mijn vriendin deze morgen. De grootste frustratie is dat er zoveel mensen nog onbewust door het leven gaan. En het lijkt alsof het alles zo moeiteloos gaat. Maar tegelijkertijd hebben ze niet, ervaren ze niet die vrijheid, niet die diepe vervulling, niet die magische liefde dat wij elke dag kunnen op intappen en ervaren. Dus natuurlijk, zij missen het ook niet, maar ze hebben het ook nog niet ervaren. Maar dat neemt niet weg dat voor de bewuste, wakkere mensen die echt wakker zijn, en dat heb ik het echt over diegenen die echt wakker zijn, want er is nog altijd een hele grote groep die denkt dat ze wakker zijn, maar zijn nog niet wakker. Dan wanneer je beseft van hoe krachtig dat je bent, hoe krachtig dat energie werkt, hoe krachtig dat die universele vlammen zijn, dan is het heel moeilijk om te begrijpen dat niet iedereen daar gewoon voor open staat en dat niet iedereen daar gewoon onmiddellijk elke dag mee aan de slag gaat voor al de dingen, de obstakels, de problemen en wat dan ook. Maar dat komt natuurlijk door het probleem van het ego, als ik het zo mag omschrijven. Want in de aarde, eigenlijk, de aarde, deze wereld is een leerschool. Dat weten jullie allemaal, een leerschool voor onze ziel. En wat leren we onder andere? We leren over de kracht van het ego. Maar voornamelijk ook over hoe dat je gehecht kan zijn aan bepaalde dingen. En omgekeerd, de dualiteit, hoe dat je jezelf kan onthechten van bepaalde dingen. En dat zie je natuurlijk in de manifestaties. Want wanneer je een bepaald doel hebt, een bepaald verlangen hebt, dat je wil gaan ervaren of wil gaan bereiken. En dat komt voort vanuit je vrouwelijke energie. Die wilt gaan uitbreiden, die wilt vruchten neerzetten, die wilt kinderen baren. Hè. Dan ga je merken dat er zich problemen aan jou voordoen, dat er problemen op je pad gaan komen. Maar die problemen, die zijn er eigenlijk allemaal, zodanig dat je in eerste instantie een stukje los kan laten van de doelen die je wilt gaan bereiken. Waarom? Omdat net in het onthechten van je doel ervoor zorgt dat je middelen gaat creëren, dat je middelen gaat brengen om dan eigenlijk je doel alsnog te gaan bereiken. En dat is het stuk waar ik ook heel vaak zeg, van dat is het verschil tussen controle en vanuit vertrouwen. Als ik terugkijk op alle manifestaties die ik zelf al heb mogen ervaren, ben ik eigenlijk terecht trots op van waar ik kom, wie ik ben geworden en waar ik sta, waartoe ik in staat ben. Maar tegelijkertijd zit er zo'n heel knagend, vervelend ambetant gevoel van ja, maar ik ben nog niet daar. Langs de andere kant is het belangrijk om supergoed te begrijpen dat dat gevoel van ik ben nog niet daar, er altijd weer opnieuw zal zijn. Want dat is die vrouwelijke energie die ze wilt uitbreiden. Dat is die vrouwelijke energie die meer wilt, die vooruit wilt, die wilt
allerlei dingen ervaren. Dat is die emoties, die enorme golven die op jou afkomen. De mannelijke energie is het strand. Die zorgt voor rust. Die zorgt voor dat de golven eventjes kunnen uitdenen. Eventjes kunnen uitstromen. Zonder weer in die storm van emoties en energie te gaan zitten. De mannelijke energie zorgt voor structuur. De mannelijke energie zorgt tegelijkertijd ook weer voor rust. Dus wanneer je obstakels en problemen op je pad tegenkomt, dan is het super belangrijk om te gaan kijken van oké, wat is hetgeen dat er mij hier getoond wordt? Wat was het doel dat ik wou gaan bereiken? Waar wil ik zo graag heen? Wat verlang ik zo hard naar? Vanuit die vrouwelijke energie. En wat zegt mijn mannelijke energie dat eigenlijk op dit moment nodig is? En vaak ga je dat ook merken in je fysieke lichaam. Ga je merken van, wat is hetgeen dat jouzelf op dit moment tegenhoudt? Waar heb je een pijntje? Waar loop je tegenaan? Zeker als vrouw is je baarmoeder een heel belangrijk punt om weer mee in verbinding te komen. Om daar als je beste vriendin eigenlijk te weten van als er iets gaat of je voelt iets, dat is hetgeen dat ze wel zeggen. Omgekeerd, bij de mannen is dat dan ook de lingam of de penis, zoals ze zeggen. Maar ook daar net hetzelfde. Luister naar je buikgevoel, want dat is een weg door veel meer te gaan verbinden met je ware essentie. Dus met het feit dat je energie bent, ga je ervoor gaan zorgen dat je kan loskomen van alle systemen en structuren die er zijn. Zoals ik heel vaak zeg tegen mijn klanten, de structuren en de hoe dat de maatschappij op dat moment opgebouwd is, daar kan je niet in 1, 2, 3 en zeker niet individueel gaan veranderen. Maar wat je wel kan veranderen, is hoe je ermee omgaat. Dus gebruik de structuren voor je heen. Zijn er dingen die je zorgen maakt, die je slaaploze nachten bezorgt? Kijk dan waar dat je zelf tegenhoudt om het op een andere manier te gaan doen. Zo heb ik bijvoorbeeld afgelopen maand ook mijn volledige banksysteem veranderd. In die zin dat ik volledig veranderd ben van bank. En aanvankelijk zag ik er ook wat tegenop. Hè. Maar uiteindelijk voelde ik dat ik eigenlijk mijn oude bank en al hetgeen die daar gebeurd was, eigenlijk gewoon wou achter mij laten. Dat was ook nog de bank waar ik bij was toen ik gescheiden was. Dus er waren nog veel te veel gehechtheden naar mijn verleden toe. En het loslaten en de bank bedanken voor de service en de diensten die ik daar gehad heb al die jaren, zorgen ervoor dat ik eigenlijk niet langer vanuit een toxische, negatieve, afgunstige energie ernaar kijk, maar dat ik het gewoon ook kan afronden en loslaten. En met een verse, frisse lijk kan beginnen bij een nieuwe bank. Dat is een heel simpel voorbeeld, maar uiteindelijk is het ook zo hoe dat het werkt. En hoe meer dat je de beide kanten in de situatie ziet en niet alles wegduwt die jou in jouw schaduwen duwt, of die jouw angst bezorgt, of die jouw lach bezorgt, hoe meer dat je in staat gaat zijn om van die passie die je voelt, die toorts die je in jezelf gevonden hebt, om dat naar buiten te brengen, om dat vorm te geven in jezelf. En dat op zich gaat dan weer individueel succes brengen. Dat gaat kleine stapjes gaan, misschien niet in 1, 2, 3 dat grootste doel gaan bereiken. Want mijn doel is om echt wereldberoemd te worden en op verschillende plaatsen te wonen, echt een huis te hebben. Maar daar ben ik niet van vandaag op morgen. En dat is oké, want ik moet uiteindelijk ook groeien in die persoon die een wereldburger is. Met alles die daar rond gekoppeld is. Dus ook dat vraagt tijd. Dat vraagt om die eenheid en die afstemming te worden. Niet alleen in je mannelijke en vrouwelijke energie, maar ook afstemming tussen de energie die je nu bent. En dat je nu neerzet, dat je nu vorm geeft in je fysieke lichaam, vanuit je fysieke lichaam. En de energie van de persoon die een wereldburger is, in mijn geval. Dus ik zou zeggen, take it easy on yourself. Hè? Wees niet zo streng voor jezelf. En vier alle kleine dingen. Als je nu gewoon al heel simpel terugkijkt. Waar stond je in januari van dit jaar? Welke dingen zijn er al veranderd? Welke stappen heb je genomen? Hoe klein dat maar ook is. Hè? Het kan zijn van het feit dat je elke ochtend met meer zin uit bed komt dan in januari. Het kan zijn dat je minder alcohol drinkt. Het kan zijn dat je veel bewuster bent van je energie.
Het maakt niet uit, maar zie elke dag de kleine veranderingen die er in je leven zijn. En dan gaan we zien met welke energieën dat je nog veel meer mag gaan werken de komende week of laten we zeggen de komende maand. En dat is sowieso de groene vlam. De groene vlam die healing brengt in jouw netwerk, en die healing brengt in de maatschappij, die healing brengt in communities. Dat kan ook jouw kleiner, jouw gezin zijn. En dus daarvoor kan je ook werken met aartsengel Raphaël. De andere energie, ben even aan het kijken, want er zijn een aantal gelijkenissen. De andere energie is de robijnrode vlam. En op de kaart staat ook een witte duif, het is vooral een aartsengel Haniel. En hoop. Robijnrode vlam heeft ook te maken met welvaart, overvloed, geld. Hoe denk je over geld? Dat is superbelangrijk. Een andere die dat je mag ook op focussen is vriendschap. In vriendschappen leren we heel veel over onszelf, maar het is belangrijk dat we eerlijk kunnen zijn. Het is belangrijk dat we gewoon ons authentieke zelf kunnen en mogen zijn. En ook dat zijn dingen die we moeten leren in, met vallen en opstaan. Het vormgeven van relaties vanuit de hogere energie, daar zijn geen templates voor. Dus het is aldoende dat we leren en dat is oké. Dan hebben we nog de geel-oranje vlam. En dat is aartsengel Sandalphon, die ook verbonden is met de aarde-energie, en Zabkiel. En dus daar hebben we natuurlijk evolution, de natuurlijke cyclussen, zowel van de planeten als van gewoon het leven op zich. En geef je over aan die cyclussen. Zie daarom dat ik ook zeg van kijk van waar je stond in januari en waar dat je nu ondertussen al staat. En vier, de kleine successies. Hoe klein dat ze ook zijn. Zie waar dat je zaadjes geplant hebt. Zie waar dat ideeën ontstaan zijn. Zie waar dat je inderdaad mag afscheid nemen van zaken. En leid dan de weg. Ik kreeg een grote Reebok. Jij bent het licht op je eigen pad. En laat go. Sorry, het is een interessant ding als erop. Laat los van angsten. En kies ervoor. Dat is ook iets wat bijvoorbeeld de blauwe vlam leert. En dat je ook leert als je het traject Universele Vlammen volgt. De eerste vlam is de blauwe vlam. En de blauwe vlam heeft te maken natuurlijk met je keelchakra. Maar ook met de goddelijke wil. De universele wil. En dan kan je zeggen: ja, maar oké, hoe staat dat in. In relatie met jouw vrije wil. Wel, wanneer dat je leeft vanuit een hoger bewustzijn, dan ga je meer en meer gaan beseffen dat je de keuze hebt om vrije wil te doen zoals jij het wilt vanuit je ego. Dus vanuit alle emoties, gedragingen, overtuigingen en de familiesystemen waarin je opgegroeid bent, de structuren, maatschappij en verder. Of je kan het gaan doen volgens de universele wil en eigenlijk de wil van je ziel. En dan ga je merken dat je veel meer dat spel hebt van loslaten, dus onthechten. En je opnieuw hechten aan andere dingen. Hechten aan dat het veel belangrijker is om je energie hoog te houden. En dat vervulling, vrijheid en geluk veel belangrijker zijn dan het bedrag dat op je rekening staat, bijvoorbeeld. En dus daarvoor is het ook nodig om een open intuïtie te houden. Om al je chakras uit te leiden. Om je energiesysteem beter te leren kennen. Om te weten wanneer dat je lichaam bepaalde signalen geeft, wat dat betekent voor je energie. Voor je emotionele welzijn, voor je mentale welzijn. En meer alles ook te zien als één geheel. En dan gaan we nog deze reading afsluiten met, of deze video liever, afsluiten met een aantal boodschappen. Opgestegen meesters, ze staan aan je zijde tijdens deze reis. Ik ben overal en altijd beschermd, dus jij bent overal en altijd beschermd. Dan hebben we nog: kies om de beste versie van jezelf te zijn. Je lichaam wordt gevoeliger naarmate je bewustzijn verruimt. Je innerlijke leiding is oprecht en betrouwbaar. Tegenstellingen leren je meer over het leven en de waarheid. Onvoorwaardelijke liefde van de bron stroomt door je energiesysteem. Wees dankbaar. Zuiver de energetische kanalen van het lichaam. Dat is super belangrijk, zeker als je supergevoelig bent. En ook een belangrijke: omega en alfa zijn samen nodig voor manifestatie. Dat is dus een mannelijke en vrouwelijke energie, by the way. Dan terug naar eenheid en liefde, een aantal boodschappen nog. En dan gaan we de video afronden. Angst voor het leven is ang erger dan de angst voor de dood. Wanneer je diep lief hebt, voel je de essentie van het leven.
Het grootste geschenk dat jij jezelf kan geven is de vrijheid van de mening van anderen. Je hebt een leven te leven, leef het nu. Liefde kwetst niet. Je zag het niet komen, je verwachtte het niet, maar je voelt het in je hart. Het is die ene. En liefde heeft meer kracht dan welke wonde of pijn dan ook ooit zal hebben. En de laatste drie. Instorten is de weg naar transformatie. Liefde is de enige waarde die telt, want liefde is de enige waarheid van het universum. En om hierbij af te ronden of te eindigen, een nieuw begin is er altijd. Het is een kwestie van de keuze te maken. Namaste.